Niet vergeten, Frietcast heeft vanaf nu reclame. Allee, het heeft heel lang geduurd. Frietcast wordt mede mogelijk gemaakt door Foodbag, de Belgische maaltijdbox. Ja, lap, dan heb ik het allemaal naar lekker. Dat is allebei lekker. Ik ga gewoonlijk voor een klintje, met een vlieskroket. Is het waar dat je in Ibiza ooit een kindje hebt gered? Stoflis dat erop maar in een potteke apart. Die scheiding was dat voor de operatie aan uw hart. Met die ajaantjes, wat een curry, was speciaal toch wat gezond? En na die uitspraak is die zaak dan netjes afgerond? Mag er zout op vragen, altijd. Ik ben dan wat verbaasd. Ja, want als ze het er niet op doen... Dan ligt het zout ernaast. Frietcast. Hey, wauw. Met Peter van de Pauw. Ja, Frietcast is weer helemaal terug uitgerust en helaas 2 kilogram verdikt door de paaseitjes. In deze aflevering... Ja, sowieso. In deze aflevering neem ik je niet alleen mee naar de frituur, maar ook naar de Vlaamse film, tv en theaterwereld. Mijn gast speelde de voorbije 20 jaar in heel wat reeksen, hou je vast, Rough Diamonds, Loslopend Wild, Knokken Of, Aspen, Chantal, Groeien en Bloeien en nog zoveel meer. En deze avond heeft ze ook nog eens première van de voorstelling Assisen Live, De Kotmoord. Haar naam klinkt dus als een opsomming van alle vleesjes in een goed gevulde frituur, toch? Welkom, Ini Massé. Klinkt met een naam echt lekker vleesje. Ja, vooral wat je al gedaan hebt. Hè? Ah, wat er achter uw naam zit. Hè? Ja, wat er achter de speciaal zit. Hè? Achter de ja. Ja, Ini. Oh, ik ben zo blij dat je hier bent. Is het waar? Ja, ik vind het echt tof. Oké, okay, goed. Ja. Ja, de allereerste vraag die altijd gesteld wordt in de frietkast is... Ini, als je naar de frituur gaat, wat bestel jij dan? Ja, ik ben nogal klassiek eigenlijk. Gewoon een pakje friet met veel zout, mayonaise en een curryworst. Gewoon een simpele curryworst? Ja, een simpele curryworst. En een curryworst speciaal ook, vind ik. Voor als het gezond moet zijn. Voor als het gezond moet zijn. Maar dat hangt eraf bij welke frituur. Ja. Want ik vind, dat mag niet te veel een drep zijn, maar het moet zo just goed zijn. Ja, ik krab dat er meestal, als het zo wat te drip is, zo met mijn vork wat af. Ja, maar dan is dat zo dat krokant dingetje is weg dan. Ja, dan ja, maar zo die ajuintjes. Ah, ja, maar als dat daar zo over... Maar dat eigenlijk, ja. Ik heb al veel andere vleesjes geprobeerd, maar ik... Nee? Een brochetje, soms. Ja. Dat vind ik ook nog wel lekker. Ja, maar vind ik zo meer iets van bij een barbecue. Ja. Alleen, ja, dat is waar. Maar, ja, dat is het enige, dus ik ga hier geen wilde frietavonturen kunnen vertellen. Nee, maar dat is niet erg. Nee. En doe je dat veel? Ah, wel, ik moet eerlijk toegeven dat ik de laatste tijd echt weinig frieten, omdat ik... Ja, friet, je riekt dat, je wilt dat opeten. Mm-hmm. Ik word daar heel gulzig van. En als het op is, dan denk ik altijd, oh, nooit meer. Ik eet nooit geen frieten meer. Ik voel mij dan zo een beetje... Een volpaas, hè? Nee, een beetje een vuil vol paas. Echt? En dat had ik vroeger niet. Want er is een tijd geweest dat ik elke vrijdagavond was Geert met een man altijd weg. En dan had ik echt geen goesting om te koken. Had ik nog kleine kinderen. En dan ging ik om 5:30 of om 6:00, de beste frituur in Temse, ging ik in de frituur frietjes eten. Maar dan is dat zo nog... Alleen? Of met je gasten? Met de kinderen bij. En dan is dat zo nog lekker knapperig als je ze daar ter plekke eet. En dan vond ik dat echt zo lekker. Maar nu, de laatste tijd... Het misvalt mij altijd. Kunnen we daar iets aan doen? Allee, ik weet het niet. Kan ik u helpen? Ik denk dat ik nog eens in de frituur zelf moet gaan eten. Want ik doe wel, als we ze dan gaan halen, dan zeg ik altijd, je moet die zak, het papier, heel hard openscheuren, dat die krokant blijven. Ik kan niet goed tegen slappe frieten. En thuis zijn ze, slapper. Ik laat er al geen zout op doen door osmose. Hè. Dat heb ik geleerd in de les chemie. Ja, dan worden je frieten slap. Want dat zout trekt nog meer. Ja, maar dat vind ik wel tof, hè? Ja. Maar ik hou niet van slappe frieten. En ik denk osmose, dat is hier gewoon wetenschap. Dat is hier gewoon Nerdland. Ja, dat heb ik geleerd in de les chemie. Dat is me altijd bijgebleven. Schitterend. Dus ik doe dan thuis zout op de frieten, maar de laatste tijd denk ik, nee. Dus ik denk, hoe kunnen we dat veranderen, dat ik misschien nog eens terug echte plekken moet gaan eten. Door over te praten. Of door over te dat praten. Dat is gewoon de eerste stap. Oké. Zeg, Ini, ik moet u iets opbiechten. Ja? Ja, het is echt waar. Wij hebben dus op dezelfde school gezeten in Meeren. Ja. Maar dat was dus... Ik was dat eigenlijk al wat vergeten. Maar dan in één keer... jij kwam zo in één keer op tv met Loslopend Wild en zo. En dat was de hele tijd... Maar ik ken dat meisje van ergens. Dus ik dacht van... Ja, dat is iemand dat ik al waarschijnlijk heb zien passeren op televisie of zo. En dan was er is een receptie met een film of zo. En jij sprak mij aan. En je zei... Zeg, Petra, ken je me niet meer van die Meeren? Ja. En ik dacht... Oh, godvertikke, ik ken haar echt. Ja. En jij wist dat nog? Ik wist dat nog, maar ik denk ook dat ik het wist omdat iemand mij dat gezegd had. Ah. En omdat ik weet, we hebben zo wat... ik hoor ook, we hebben zo wat hetzelfde... Ja, nu zeker, hè. Nu moeten we dat doen. Ja, hè.
Zo'n beetje diezelfde Erpenmeerse ingeslikte pinten en wow, zo dat, hè. Ja. Maar iemand had mij ook gezegd, en dan dacht ik, ah ja, dat is waar. Maar er staat mij zoiets bij in de, hoe noemde dat, de Groendal? Groendal, dat was ja. Mijn thuis, daar ja. Woonden wij. Maar daar was toch ook een frituur? Een beetje een sterrenbos. Ja. Een frituur sterrenbos. En in het vijfde en zesde middelbaar mochten van school weg 's middags. En dan gingen wij heel dikwijls frieten eten. In sterrenbos? Ja. Echt? Ja, ja, dus ze hadden bij elkaar misschien zelfs in de frituur gezien. Daar is het begonnen. Nee, maar wat ik wel daar als heel straf aan vond, is omdat ik ben een paar jaar jonger dan jij. Dus meestal onthoud je de mensen die ouder zijn. Ja, dat is waar, maar dus je daar naar op dat kijkt. Jij zo een jong kindje hebt onthouden, dat vind ik wel cool eigenlijk. Ja, je dus moet heel toch bijzonder geweest zijn, Petra, dat ik je onthouden. Dat kan toch niet anders? Hoe zou ik dat anders nog weten? Ja. En waarin meer ben jij dan opgegroeid? Oudenaarse Steenweg. Ah. Ja. Dus een randgeval eigenlijk. Op Steenweg? Ja. Ah, oké. Ja, en mijn meter woonde in de Bosstraat. Ah. Ja. Daar woonde mijn grootmoeder ook. Ah, oké. Okay. Allee, eigenlijk grappig. De Nijverheidsstraat. Ah, dat is dat is een beetje verder. Ja, dit is misschien heel geografisch voor de luisteraar die mede niet kent. Dan denk ik, wat? Nee, maar wat ik wel alleen tof vind, is, toen ik dat ontdekte, dacht ik wel van, goh, een meisje van Meren, die toch heeft beslist, in die een tijd ook, dat is toch alleen de jaren 80, in de jaren 80, 90, om toch heeft gezegd van, ah wel, ik ga studeren, theater gaan doen. Hoe heb jij dat thuis verkocht gekregen? Want ik denk dat ik het niet had verkocht gekregen. Nee, maar ik heb eerst Germaanse gedaan, 2 jaar. Ah. Ja, want als je vrouwelijk verstand, houd je ook niet. Het hoogste, denk ik, voor, met alle respect voor mijn meter en mijn Peter. Het hoogste was ofwel bij de bank werken, of leraar. Dan, als je een vrouwelijk goede schuimpre en veel. Hè, dus ja. En ik had nogal iets met talen, dus ik dacht ook, oké, ik zal dat maar Germaans doen. Maar ik was daar zo doodongelukkig. En dan heb ik op een bepaald moment beslist, deze. Ik kan echt ingangsexamen gedaan zonder dat tegen iemand te zeggen. Zo bij Gent. Herman Terling? Overal? Alleen Gent en Herman Terling, denk ik, ja. En dan uiteindelijk mocht ik in alle twee beginnen en heb ik voor studio gekozen. Dat was nog iets verder dan meer. En dan kwamen er wel... Dat niet met een bus moest gaan. Ja, maar ik weet... Ik had daarvoor al 2 jaar in Gent op kot gezeten. Dus ik was al zo wel wat van onder de kerktoren weg of zo. Maar dan kwam er echt mijn Peter, mijn papa, die zei echt... Godverdomme, als je verstand... Godverdomme, kiezen voor in de goot te gaan liggen. Haal die visa... Dat is echt... Ja, die konden dat niet vatten. Ja. Ja. Tot als ik dan de eerste keer in de story stond. En dan zei ze met mij... dat is een story. Dan had ik het gemaakt. Dan was het helemaal goed. Tussen de royals? Maar ja, tussen de royals en tussen de ja, dus... dat is echt gekeerd ook wel. Omdat ze zo... Maar in het begin was dat echt wel... Maar je hebt dat wel gedaan. Als mama heeft mij daar wel heel hard in gesteund. Van laat hij dat doen. En hoe was die toelatingsproef dan? Want daar hoorde eigenlijk de meest verschrikkelijke verhalen over. Van... Ja, die een dag vond ik oké. Maar dan moet je zo'n week doen op studio voordat je toegelaten wordt. En dat was wel echt pittig, vond ik. Ik dacht ook dat ik daar nooit ging door zijn. Ik had ook nooit iets met toneel gedaan. Nooit. Nee, ik ben absoluut... Waarom wou je dat dan gaan doen? Ja, ik heb absoluut zo niks culturele opvoeding gehad. Sorry, het is gewoon zo. Ik kom echt uit zo'n gezin van werken en gewoonlijk best doen. Zo, ja, je kent het, hè, zo dat een beetje. Hetzelfde. Maar ik kan me herinneren dat als ik 15 was, gingen wij met school naar de Werf in Aalst. En dat was een soort solo-voorstelling/performance... poëzieachtig iets van Frank de Gruyter, denk ik, noemt hij. En ik zat in die zaal en iedereen altijd zo... kom met een toneel. En ik ben zo door een hamerslag geslagen. Ik was echt zo geraakt door de magie van theater. En dat is een gevoel dat mij eigenlijk nooit meer verlaten heeft of zo. Dat is mij altijd bijgebleven, dat ik zo like, opgetild werd en zo. Er overviel mij zoiets groter of zo. En als ik dan zo ongelukkig was in de Germaanse, dacht ik maar... Wat willen ze nu van hier? Los van, die kan goed studeren en dat is een slim en Germaans en jij moet je nu doen en jij moet dit. Dat je zo ineens naar binnen gaat, maar wat wil er nu door mij geleefd worden in plaats van wat wordt er van mij verwacht? En dan kon ik alleen maar aan dat moment denken en denk ik wil dat doen. Maar ook wel een beetje mijn broek. Ik had nooit iets van drama of dingen gedaan, dus zo wat. Maar ik denk dat dat ook mij juist geholpen heeft, omdat ik heel onbevangen was. Zeker die eerste dag dat je dan moest gaan testen en proberen. En dan moesten wij zo 2 teksten van buiten leren. Dat ik dat heel
ontvangen. Puur deed. Gewoon echt van binnen. Want ik wist niet hoe dat moest zo. En ik denk dat dat zo mij heel hard geholpen heeft. Ook die week daarna. Want ik denk dat ik daar niet veel van gebakken heb. Zo. Je moest dan zo van alles zelf schrijven en doen. En maar ik denk die puurheid of zo dat ik had. En zo de goesting. Ja, dat mij erdoor heeft geholpen. En wat was de commentaar dat ze gaven? Of is dat gewoon een lijst dat uithangt met dan de namen die erdoor zijn? Nee, ze komen echt wel. Je moet dan wachten en zeggen van jij zit erdoor en jij zit erdoor. Dat weet ik niet meer. Nou, dat maakt niet uit. Maakt niet uit. Nee. Ja, maar ik denk dat je het vooral nog weet als je niet geslaagd bent. Ja. Dan ja. weet je, omdat dat dan heel persoonlijk, als je speelt, geeft jezelf heel hard bloot natuurlijk. Ja, hè? Absoluut. Dus ja, absoluut. Dat is zo persoonlijk als iemand dan zegt van, ja, wij vinden u te jong of ja. matuur. Of, ja, dat zijn zo van die typische dingen. Wat dure woorden, zo, dat ze er dan tegenaan gooien. Zo Osmose, dat is op zich. Nee. Dat is het zout. Maar dus dan heb je dan echt gekozen voor Antwerpen, mm-hmm. Voor Herman Teylenk. Is daar dan je wereld open gegaan? Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Ik denk ook sociaal, omdat op een of andere manier keek ik heel hard uit om op kot te gaan. En dan zitten ineens in een aula van een unief met 200 mensen dat je niet kent. Ik was eigenlijk echt eenzaam op kot. Ik vond dat echt niet leuk. En ik dacht ook, ik ga mogen baden. Dat was allemaal theorie. Denk dat ik in dat eerste jaar ene keer een taallab of zo heb gedaan. Maar ik was daar eigenlijk echt doodongelukkig. Maar echt doodongelukkig. En dan kom je in Antwerpen op studio in een klas met 12 mensen. Je leert elkaar op zo'n intense manier kennen. Je gaat dan natuurlijk de palieter er echt over en zo. Dus ook die wereld ging helemaal open. Allee, niet dat ik daarvoor een brave was of niet... Nog niet van de geneugten van het leven geproefd had of zo. Maar... Tegen taalsterse kan ook wel. Ja, het is dat. Niet slecht, hè? Nee. Dus, maar ook ik vond dat heel tof om zo, om zo connectie te maken met mensen. Terwijl nu niet voel ik mij echt alleen. Alleen met uw wijsheid. Ja. En wie waren zo de mensen? Zijn waarschijnlijk de meeste van Herman Teylenk, die zien wij vandaag ook op televisie dan. Ja, ik denk het wel. Wie waren zo je klasgenoten? Wij hadden een meisjesklas. Christine de Proost, Nathalie Broods, Jessa Wildemeers. En wie zat er nog in ons klas? Echt meisjes allemaal? Ja, 6 meisjes. Hoe komt dat? Heb ik ze nu allemaal? Ach nee, dat waren er 4. Christine, Nathalie, Jessa. En die heb je nog niet gezegd? Jessa Wildemeers. Had Isabel van Ecken ook in mijn klas? Ja. Ah ja. Ja, Isabel. Dan is er nog iemand... Ik ga er straks op. Dat is echt een kleine klas ook. Ja, maar nee. Meestal is dat geëindigd zo met 4 of met 6. Ja. Want dat was dan zo, dan zijn ze het eerste jaar studio binnen. En dan zeiden ze, binnen geraken is gemakkelijk. Terwijl dat je dan zo uit een selectie van 300 kwam of zo. Maar hier blijven, dat is mooi. Echt zo? Ja. Echt schrik aan jagen. Ja, zo. Echt schrik aan jagen. En wat is het eerste dat je gedaan hebt? Dat je zegt van, amai, dat is echt, daar was ik echt fier op. Want als ik nu kijk, je komt van Meren, mm-hmm. maar dat je dat eigenlijk nog nooit hebt gedaan, dat mm-hmm. die wereld voor je onbereikbaar was. En dan zo die eerste keer op de plank, herinnert je dat nog? Ik moet echt denken, Het zijn moeilijke vragen aan het stellen, Ili. Ja. Ga je drinken ondertussen? Hè? Ja, doe maar, ja. Ik weet dat we begonnen zijn met oerelementen. Dat was toen zo typisch het eerste jaar. Nee, maar ik bedoel echt zo je eerste voorstelling. Ah, ja, zo echt dat je zegt van, deze was dan het eerst dat ik echt zoiets echt mocht gaan doen. Zo dat, hè. Herinner je dat nog? Ah, je bedoelt nadat ik afgestudeerde. Of tijdens, want doe je dan niet stage bij dingen? Ja, ik heb wel stage gedaan. En ik weet ook nog een voorstelling met Peter van den Begin. Was zo dat was de leraar, eerste. Ja, ik kwam dan zo'n project doen. En dat was zo de eerste keer dat ik voelde van... Yes, zo. En dan krijg je zo keigoeie commentaar van Jan de Kler. Dus dan denk ik dan... tof. Maar ik heb wel stage gedaan bij de bloedgroep, wat ook heel tof was. De toneelgroep van Sam Bogaert. Maar die speelde eigenlijk... die ging bijvoorbeeld een week naar... ik zal maar iets zeggen, naar Zeeland. En die hadden 6 stukken in hun chacoche zitten. En de ene avond dat stuk, de andere avond dat stuk, de andere... En dan zo de eerste keer dat je zo mee met een bende op tournee mocht. Dat vond ik wel ook heel tof. Ah, ja. Ja, echt heel tof. Ja, dat is toch een totaal andere wereld? Ja, totaal anders. En dat was echt thuiskomen voor u? Ja, ik vond dat wel echt zo. Dat gevoel van... dit is mijn plek wel, of zo. Dat is toch zot, hè? Ja, dat is zot, hè? Ik vind dat wat ik wel heel tof vind, is dat je je hart en je droom hebt gevolgd mm-hmm. vrij jong. Want ik denk dat heel wat van mensen... in hun levende zoekende blijven. Ja. En niet altijd meteen weten wat dat ze willen gaan doen. Nee, dat is waar. Ja. Allee, dat merk ik ook bij mijn kinderen. Die,
die vinden veel leuk. Mm-hmm, mm-hmm. Dat is wel leuk als je zoiets hebt van, oké, dat is een passie. Ja, 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 dat is waar. Ja, ja. En het is ook dankzij het feit dat ik zo ongelukkig was, denk ik, op Germaanse, dat ik echt... Dat je gedwongen wordt bijna om naar binnen te gaan van deze klopt niet. Ja, en dan eigenlijk denk ik stiekem altijd wel die passie hebben gehad, maar dat ook niet durven, omdat je denkt, ik ken daar niks van, ik ga die... Maar toch, ja, ik vind dat wel... Mm. Allee, ik ben wel fier op mezelf dat ik dat gedurfd heb, gewoon, nee, dat ik dat gedaan heb. Als ik nu denk, ik was ook echt best jong, ik heb die dame zonder tegen iemand te gaan zeggen, dan ingangsexamen daar gedaan en daar in een trein gepakt, dat allemaal uitgezocht, dan denk ik... Amai, je hebt dat eigenlijk keigoed gedaan. Chapeau. Ja. Ja, dat was nog voor de GPS en de Google Maps, ja, en zo. Ja, 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 ja. Dus Antwerpen en Gent, dat was zich wel nog ver, hè. Ja, 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 absoluut. Ja. Absoluut. Ja. Ik denk, moest ik er beginnen, had ik dat ook gedaan, denk ik. Ja? Ja? Wat heb jij gestudeerd? Communicatiebeheer. Ah, oké. Okay. Ook in Gent. Ja. Ook in het ding van, dat gaat creatief zijn, maar dat was wel ook heel theoretisch. Ja. En dan daarna eigenlijk ook mijn eigen weg beginnen zoeken. Zo. Mm. Maar ik denk, moest ik er beginnen, zou ik ook wel theater hebben gedaan. Of zo. Mm. Allee, of studio, hè. Ja, ja, ja. Ik ben daarna nog wel eens gaan kijken. Dat was bij Dora van der Groen. Ah, ja, het die leefde toen nog. Toen nog, ja. Ja, dat die was leefde toen nog. En die keek ook naar mij. Ik dacht, hé, die keek naar mij. Ja, 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 dat zou je misschien wel kunnen goed gekomen zijn. Maar ja, ik was dan al aan het werken en zo. En dan doe je dat niet meer. Nee, nee. Maar toch nog een open deurdag binnengekomen. Zeg, en Ini, welke rollen speelt jij het liefste? Wat waren zo de eerste rollen waarvoor dat jij gecast werd in het begin? Zoals jong meisje. Als jong meisje, meestal werk ik in het begin wel zo voor de meer... het meer feel-good-achtige genre eigenlijk. Ik denk, omdat ik nogal een open uitstraling heb, dat ik heel rap daarmee geassocieerd werd. Dus meer zo voor de toffe, lieve, goeie... Het heeft lang geduurd voordat ik zo'n keer echt een slechte mocht spelen. Was dat je droom? Nee, niet echt. Ik vind het leuk dat ik alles kan doen. Dat vind ik juist het toffe. Ja. Dat je zo... Ja... Ja, maar ja, heel divers wel. Of dat is dan de mama-rol. Mm-hmm. Wanneer is die er gekomen? Herinnert u dat nog? Want dat is ook zo'n evolutie, denk ik, als actrice. Dat je dat Plots worden zoals mama gecast. Ja, ja, ja. Ja, al vrij vroeg, want... Is waar? Meestal wordt het nog altijd zo als vrouw, dan vind ik toch een beetje... Dat je zo gecast wordt als je 40 bent voor een van 50 of zo. Terwijl bij de mannen vind ik dat een heel ander... Daar is toch nog wel wat werk in onze sector, vind ik. Vind je dat nu nog altijd? Ik vind dat wel nog altijd. Ja? Ja, ja. Ja? Ja. Ja, hoe komt dat eigenlijk? Ja, ik weet, ik snap dat niet. Ja, omdat vrouwen moeten er altijd jong en mooi uitzien, zeker. Zit dat er nog wat in? Maar je bent toch jong en mooi? Oh. Allee, niet? Dank u. Ja, je hebt nog altijd dat gevoel dat die nee, ja, ik heb, ja, omdat je soms dan inderdaad, als zo die eerste moederrollen komen, dat je dan zo zelf kinderen hebt van 6 jaar en dat je dan ineens moet spelen dat je kinderen hebt van 23, dat je denkt, maar... Allee, wij krijgen allemaal later kinderen. Dat klopt zo niet meer precies met de realiteit of zo. Of met... Jij bedoelt dan eigenlijk zo voor knokken of? Dat jij bent de mama van Pommelien. Ja, maar ja, dat vind ik dan nu wel echt kloppen of dat zo. Dat vind ik wel kloppen. Ja, ja, ik heb het over zo'n 10 jaar geleden of zo. Ik denk dat zij ongeveer even oud is als mijn dochter. Dus dat kan op zich ja, dat kan klopt. Dat wel. Ja, ja, absoluut. Ja, maar als je daarop let, inderdaad, op in tv-reeks, je telt dan eens uit hoe dat mensen mama zijn. Dat klopt niet Nee, dat altijd. Klopt niet altijd. Nee, nee. Maar ik heb dat ook wel... Het is ook wel, als ze zo bijvoorbeeld tieners moeten spelen, zijn dat ook bijvoorbeeld al kinderen van... Ja, 19, 20, 21 jaar. Ja, 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 dus ja, ja. Het is misschien aan die kant ook wel. Ja, ja, dat is wel waar. Dat is wel waar. Ja, want ik zit zo Hou aan Adem, een reeks op Ketnet nu. Ja, die heb ik zelfs nog niet vermeld. Ja, ja, ah, ja. Man. Zoveel. Leuke reeks, echt. Een hele leuke reeks. Hou aan Adem. Adem. Ja. Okay. Reclame. Ja. Maar de jongen die de hoofdrol speelt, ik denk dat hij 27 is en die speelt, hij is gecast echt voor zo'n 15 of 16, 17, zoiets. Ja. Mm-hmm. Ah ja, voilà. Ja, maar dat heeft natuurlijk ook te maken, denk ik, voor jonge mensen met het aantal uren en dagen dat ze wettelijk mogen werken en zo. Als je echt met jonge kinderen zit, heel hard, dat is heel hard gereglementeerd en heel hard... En hoe is dat met jou om zo met jonge mensen te spelen? Ik vind dat heel leuk. Ja, ik vind dat echt heel leuk. Omdat die nog een soort onbevangenheid hebben. Die hebben nog geen trucjes of zo. Mm-hmm. Of nog geen... En dat schiet soms wel alle kanten op of zo, maar dat is zo... Die zijn altijd heel ontwapenend, vind ik. En heel... Ik kan daar heel hard van genieten. Zo. Ja. Ja, echt. Ik vind dat heel tof. Want wat ik bij de jongere generatie... Ja, ik ben ook al van mijn leeftijd, maar wat volk zie passeren, vind ik wel dat jonge mensen vaker...
een hoger zelfvertrouwen hebben dan dat ik bijvoorbeeld dat, of jij op die leeftijd, ja, dat zou gedaan hebben. Dat vind ik heel raar. Maar ja, hoe zou dat komen, denk je? Ja, alhoewel, maar wij zien dat natuurlijk vanuit onze bril. Want als ik dan met jonge mensen babbel, die zijn ook heel onzeker. Maar, is het waar? Ja, maar die ja, maar die kunnen dat, komt, die kunnen dat goed. Ja, want als ik dan zo kijk naar Knokken of zo, allee, dat zijn echt jonge gasten, die hebben superveel seksscènes, dan een overdosing. Doe maar, hè. Echt chapeau dat die dat allemaal gedaan hebben. Ik zou, denk ik, ik zou dat ook niet... Ik denk nu, ik zou dat denk ik niet gedurfd hebben of niet... Ja, welk zou ik dat wel gedaan hebben? Hè? Je zou ook gewoon, oké, dat is met een rolknop af en gaan, gewoon. Ja. Maar ja, ja, zo'n seksscènes is inderdaad op een leeftijd. Ja, dat is niet evident. Ja. Ja. Allee, ook daar is er veel in veranderd. Hè. Er zijn intimiteitscoaches op een set, ja, dat was bij ons allemaal vroeger niet. Ja, dat is wel goed. Ja, dat is wel goed, denk ik. Alhoewel ik soms denk, ik zou daar nog extra zenuwachtig van worden, denk ik. Van, en nu moet je dat doen, en nu dat. Terwijl bij ons was dat gewoon knop af en gaan. En je spreekt even met elkaar af van, gaan we echt kussen op? Wat gaan we doen? Wat gaan we... En dat was gewoon meer ja, ik denk dat dat beter bij mij past, gewoon knop af en gaan. In plaats van, ah, en nu dat, en dan dat, en dan moet ik dat. En ik maar zou je daar... het om iets verkeerd te doen? Ja, en dat je schrik het om iets verkeerd te doen. Ja. 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 Met wie was uw eerste seksscène? Want dat moet dan ook wel... moet dat klikken voor een seksscène, Inie? Moet dat klikken voor een seksscène? Dat heb ik mij ook altijd al afgevraagd. Ja, je moet het wel doen met elkaar, hè? Want dat u een tegenspeler is, of dat nu klikt of niet, ja. Maakt niet uit, hè. Mijn eerste scène, moet ik even... Ik weet, mijn eerste kusscène was met Nico Sturm. Ah, ja. Ja, Romeo en Julia. Ja, en dan waren wij ook allebei heel zenuwachtig. Ja, echt heel grappig. Maar wij komen keigoed overeen, dus dat was wel echt was heel leuk. Ja. En dan zo kauwgom pakken. Zo, dacht ik, oh, ik kan toch geen stinkende adem hebben. Geen koffie, kauwgom, maar zo alle twee zo. Dus ja, dat weet ik nog heel goed. En mijn eerste seksscène, moet ik even... Want ja, je hebt bijvoorbeeld theater. Is er een verschil tussen bijvoorbeeld ja, zo naakt op theater en... Ik heb nog nooit naakt op theater gestaan. Nee? Dat is goed. Ja. Ik ben niet zo... Ik moet mij daar echt nog altijd over zetten. Mijn eerste zo. Piemel heb ik op theater gezien. Echt waar? En dat was denk ik van Mathias Hercu. En dat was ergens in TNTG. Ik had je daar eens gezegd tegen Mathias? Nee, ik kende je niet. En ik had juist mijn bril afgegeven. Ik had een bril om ver te zien. Ja. En ik had juist mijn bril aan iemand anders afgegeven. En jij dacht, tju, geef die een bril terug. Super, hè? Van school. Heerlijk. Ja, de eerste piemel, denk ik, dat ik ooit ja, zo'n wazen heb gezien. Oh. Ja, dan geef je juist je een bril af. Typisch. Tju. Dat is typisch. Tju. Dat is typisch, echt. Mm. Maar ja, zo, ja, sekszijnen, ja. Dat is ook wel een apart vak. Hè. Maar zeker bij televisie staat er wel veel volk op te kijken. Ja. Maar ja, meestal, als je zo nogal intieme scènes zet, is dat reduced crew. Dus dan... Toch. Maar ja, dat is ook een beetje belachelijk. Ja, er is wel veel volk dat dan weggaat uit de kamer, maar die zitten allemaal voor de monitor. Maar dan voel je wel wat meer op je gemak of zo. Ja. Maar, zo van, en het ding is ook niet... Ja, van, niemand gaat dat ooit zien. Dat is het ook niet, natuurlijk. Nee, meestal kijken een miljoen mensen daar naar. Ja, dat is gewoon... Ja. En je kunt op pauze zetten en terugspoelen. En terugspoelen, dat heb ik echt eens voorgaand. Echt. Hoe dat? Dat was niet echt een seksscène, maar bij Team Spirit. Dat was eigenlijk denk ik, het eerste wat ik voor tv deed. Dat ging toch over de voetbal. En dan op een bepaald moment... In een van de series of de film, ik weet het niet meer, hadden de mannen gewonnen en de vrouwen waren heel blij. En die gingen ook allemaal in de gemeenschappelijke voetbaldouche. Dus die 6 vrouwen bijeen en die mannen dan in een andere douche. Maar ja, in onze blote. En toen stond ik op een familiefeest. Ik ga geen namen noemen. Ken ik die of wat? Nee. Maar stond ik op een familiefeest en een... iemand van de familie had een nieuwe partner en die komt in mijn oor fluisteren. Amai, ik wist niet dat jij zo'n schone roze tepels had. En ik denk, ik heb geen roze tepels trouwens. En ik denk, maar ik was gewoon bouche bée en ik kon ook echt niks meer zeggen. En die zei, schoon dingetjes dat jij het ook. Ik heb dat op stop gezet en ik heb dat nog een keer opnieuw bekeken. En nog een keer opnieuw bekeken. Jij bent toch echt zo'n schoon vrouw. Maar ik werd bloedrood, omdat ik daar ook totaal niet op voorbereid was. Ik werd bloedrood. Ik heb echt, gelijk een kleinkind, me gaan verstoppen achter iemand. En ik wist gewoon niet meer. Ik wist gewoon niet wat ik moest zeggen. Oh. Dus dat gebeurt dus, hè. Mensen doen dat. Ja, en ook dat hij zijn kleuring van zijn tv niet goed was. Ja. Ze waren geen roze.
Dat is nog het ergste. Oh, dat zijn zo vreselijk. Oh, dat is vreselijk. Dat zou grensoverschrijdend zijn nu. Ja, maar dat was dan echt, dat is iemand dat je goed kent. Ja, die kennen die toen wel. Die zijn ook niet meer samen nu. Maar dat was echt heel, heel awkward. En heel ongemakkelijk. En ik... Ja, echt. Dat je denkt, allee. En stond hij zijn partner er dan bij ook? Nee. Gewoon u even alleen. Ja, maar hij bedoelde dat waarschijnlijk echt als heel lief, als een mopje en een compliment. Dat klinkt nu heel vettig, maar hij deed dat zo gewoon van... Oh, zo schoon. Oh, zo van schoon. En content echt. Ja, ja, ja. En ook in het Meers. Nee, het was niet in het Meers. Het klonk een beetje. Het was Oost-Vlaams, maar het was niet Meers. Nee. Dat hoort je wel niet meer. Als je op televisie speelt, dan hoort je wel niet meer je dialect. Hè? Nee, dat is waar. Heb je daar hard op gewerkt ook? Nee, ik heb op een of andere manier een chip meegekregen dat ik altijd heel... Ik werd er ook zo in school uitgepikt om een schoolfeest te presenteren. Ah, echt? Ja, ik heb gewoon een soort natuurlijke... Dat zit in mij. Ik heb daar nooit moeite voor moeten doen of nooit. Ik heb ook een heel harde talenknobbel. Ik kan heel makkelijk dialecten nadoen ook. Ja, ik ook. En ja. Plezant. En ik vind het ook heel leuk, want mijn zus bijvoorbeeld, die kan echt het Meers bijna niet meer. Ik kan echt het dialect van mijn meter nog. En ik ben echt, Koen de Graven is ook van Meren. Ja. En als wij zijn zo de enige twee kwieten die dan zo voor een hoorspel van het geluidshuis hebben ze twee kwieten van meer nodig. En dan komen wij met twee. Ja, wat rollen gaan ze doen, hè? Zo. Ik kan het echt nog. En ik ben daar heel blij voor. Maar ik vind het ook maf om vast te stellen, als mijn kinderen meegaan naar ons met mij bij de wafelenbak of zo, ik zie in hun ogen dat die soms gewoon niet verstaan. Als ze met mij, maar jij zoeken hebben of wat moet jij drinken? En dan zeggen die... Ja, met mij. En ik weet dat die dat gewoon niet verstaan hebben. Dus dat... Ja, een schoeken, dat is een eclair. Dat is een eclair, ja. Ons kinderen begrijpen dat wel. Want mijn ouders die praten echt wel Meers. Maar mijn ouders al... Ons mama is van Wetteren. Ah, ja. Ons papa die babbelt nog wel Meers, maar ja, er zit zowel... Ja. Ik heb dat ook altijd zo wel wat onderhouden. Zij lachen ook wel altijd. Stel nu dat wij nu beneden gaan, waarschijnlijk automatisch op dat dialect gaan, omdat je elkaar... Ja, omdat je zo'n herkenning hebt. Dat verbindt of zo. En zij begrijpen dat wel. Ja, zij begrijpen dat wel. Als ik iemand tegenkom, dat is altijd dan... Omdat het thuiskomen is. Ja, maar dat is gewoon. Terwijl ik het eigenlijk ook zelf nooit echt gesproken heb. Ik ook niet. Ik heb ook altijd, zoals dat jij babbelt, denk ik, ook op school en zo. Ja, tussentaal zo. Ja. Want maar ik vind dat wel jammer dat dat stopt. Ja. Dat gaat echt verdwijnen, hè, dialecten. Ja. Ik vind dat echt jammer dat mijn kinderen dat eigenlijk niet kunnen. Maar ja, Geert zegt dat ik was... Als je babbelt vroeger, als ik al tegengekomen was... Die zei, ik had nooit op u gevallen. Hè. Jamais. Hè. Allee, dat is zo gewoon zo. Ja, dat was hier een rolstoel. Is er mis mee? Ja. Nee, maar dat is zo... Ja, ik koester dat wel. Ik koester dat ook heel hard. Echt heel hard. En dat was ook toen ik zo ontdekte dat jij ook van Meren waart dan. Ja. En dat ik daarvan kende. Pluspunten, hè. Ja, pluspunten, hè. Dat zijn pluspunten. Je vindt elkaar sowieso al tof. Daar moet je niks voor doen. Je vindt elkaar tof. Dat is zo. Ja. Wat speelde jij eigenlijk het liefste, Innie? Comedy, dramedy, theater. Ik vind alles eigenlijk tof. Ja? Ja, ik vind alles tof. Voor wat word jij het meeste gevraagd? Ik denk het meeste voor... Allee, op tv voor Feel Good. Ik denk theater is meestal wat dramatisch. Alhoewel, nu in Assise speel ik een hele volkse vrouw. Ik moet nog gaan kijken. Hè. Ja, ja, dat begint vanavond, kijken. Dus zal vanavond zijn dat we dat gaan zien. Okay, ja, het is echt. Dat is goed. Ik zal mijn best doen. Noem maar dat best, hè. Ja. Er zit een beetje een slag in van zo. Een beetje, niet echt meerst, maar zo'n beetje... Ja, dat zit inderdaad... Bij Assise is er altijd zo iemand die dan... Kim van Onsen heeft dat ook al gespeeld. Zo beetje, en dan Karen Damen ook. Zo de volkse figuren. Ja, dus eigenlijk altijd zo... Het is altijd zo wat zelf... Allee, hetzelfde rollen. Ik ben de kopmadam. Ah, de kotmadam. Ah ja, het is de kotmoord. Ja, het is de kotmoord. En op wie hebt u gebaseerd voor de rol? Of dat is niet echt... Heb je nooit een kotmadam gehad? Nee, ik heb eigenlijk nooit een kotmadam gehad. Nee, ik heb mij zo... Nee, ik baseer mij ook niet veel op... Hoe begin je daar dan aan als je dat krijgt? Die rol? Gewoon lezen en... Ja, lezen, invoelen. Invoelen. Ja, ik ben echt een voeler. Ik kan dat ook... Daarom dat ik soms heel moeilijk dingen kan uitleggen, omdat ik niet... Ik denk dat ik gewoon... anders gewired ben dan de meeste mensen. Ik ben echt een voeler en geen denker. Of ik ben echt niet mentaal. Ook niet in werk of in... Ik, ja.
En kun je dat makkelijk uitdrukken, bijvoorbeeld op een set? Van ja, deze voel ja, de... ik niet. Of, ja, maar dat is mij heel veel gesticuleren en altijd vanuit hier of zo. Dat, maar ik heb dat echt moeten leren voor mezelf. Om als je bijvoorbeeld, een onnozel voorbeeld, als je tegen mij zegt, waar wil je op vakantie? En dan denk ik... dan zie ik zoveel mogelijkheden. Dat is een vraag die hier binnenkomt en ik heb daar nooit een antwoord op. Terwijl als jij mij vraagt, waar voelde nu dat jij nu zo graag naartoe zou gaan? Ik kan wel zien. Dan heb ik direct een antwoord. En zo heb ik voor mezelf geleerd om eigenlijk om te herfraseren elke keer. Iets heel onnozel. Ik weet, als ik op een restaurant zit of zo bijvoorbeeld, dan doe ik echt mijn ogen toe en dan voel ik... Gert vindt dat heel onnozel en raar, ons kinderen ook, maar ik kan niet... Ik wil dan alles, er is te veel keuze. Als ik dat hier in mijn hoofd is er te veel mogelijkheid of zo. Terwijl, als ik dan naar binnen ga en ik voel, dan rolt daar één iets uit. En dan, ja. Zo probeer ik ook echt altijd keuzes te maken. Niet mentaal of niet gericht op daar wil ik een carrière, of ik wil dat doen, of wat zou nu echt voelen. Voelt dat nu... Goed, voelt het verruimend? Ah ja, ga ik het doen. Krimpt het bijeen? Nee, het is niet mijn weg. Ah, ja. Zo, ik heb mezelf, mijn eigen systeem gewoon leren. En durf je dat dan ook verwoorden als het je weg niet is? Ja, maar dat is echt een proces. Dat vind ik nog altijd moeilijk. Ja, nee. Want dat vind ik voor mijn kinderen bijvoorbeeld ook... als er één ding is dat ik hoop dat ik ze heb meegegeven, is als ze van binnen een ja voelen, dat ze die het durven zeggen. En als ze een nee voelen, dat ze die durven zeggen. Ik heb met mijn puberdochter nu onlangs... Ja, puber, sorry, die is 20, dat is geen puber niet meer. Ja, ik noem dat wel. Soms zijn dat wel nog pubers. Ja, maar zij is al zo echt... Ja, soms. Soms wel. Maar die nu ook zoiets voor had... ik ga geen details geven, waarbij dat ze echt op dat moment voelde... Ik mag dat niet doen. En ze heeft toch tegen iemand ja gezegd. En ze voelde er zo slecht. Waarom heb ik dat nu niet... Maar dat is een proces. Dat is zo menselijk. Ja. Want ik heb ook een hele grote... De please-kant. Ik wil heel graag altijd harmonie en dat iedereen goed overeenkomt. En dan is dat extra moeilijk, omdat een nee is soms niet altijd wat mensen willen horen of zo, snap je? Ja. Dus ik heb dat echt moeten leren en ik leer dat nog altijd. Ja, zeker als actrice nee zeggen, dat is ook niet makkelijk, want de volgende keer kan die persoon dan wel iets vragen dat je wel tof vindt of zo, maar dan vraagt hij het misschien niet meer. Ja. Je kunt zo die angst... heb je daar dan angst voor van... Ja, oei, als ik hier nu nee op zeg... Is dat ook al gebeurd, bijvoorbeeld? Dat ze je iets aanbieden en dat je zegt... Dat heb ik al gedaan. Ja? Ja, omdat het gewoon... Dat ik dan voel van... Nee, dat voelt niet goed. Maar dan... Ik heb dan niet bang van... Als je gewoon heel oprecht eerlijk zegt van... Ja, ik voel het nu zo niet. Of ik heb het gevoel dat dat echt niks voor mij is. Dan ben ik niet bang dat ze me de volgende keer niet gaan vragen. Of zo. Voilà. Zet jij ook voor jezelf een goed onderhandelaar? Kunt jij ook zo zeggen van, ja, dat wil ik echt wel graag doen, maar dat zijn wel, dat is waarom dat ik ga meedoen. Ik vind dat heel moeilijk. Maar wat bedoel jij? Onder andere denk ik financieel en zo. Is dat ook het ding dat jij ook makkelijk kunt? Ik heb echt moeten leren. Ja. Ik heb dat echt moeten leren. Echt. Ja, ik heb dat echt moeten leren. En vooral, ik heb nu een agent terug. Dus dat is wel echt heel leuk. Ja. Omdat, wat dat soms niet leuk is, vind ik... Ik ben die wel gepasseerd. Hoe is dat niet gebeurd? Ik heb je gewoon gevraagd. U rechtstreeks? Ah, nee, dat is niet erg. Dat is niet erg. Nee, maar wacht, wat wil ik niet zeggen? Dat je dat leuk vindt, een agent te hebben. Ah ja, omdat wat ik ambetant vind, ik denk dat ik het ondertussen wel geleerd heb en om echt mijn waarde te bepalen en te zeggen van nee, dit is te weinig of dat klopt niet of zo. Maar wat niet leuk is, is dat je soms ambetante gesprekken met een producer moet hebben en dat je dan daarna nog echt gewoon moet samenwerken, creatief moet samenwerken. En soms blijft er toch echt iets hangen als je echt het moet... kwaad maken of echt een beetje moeilijk doen soms. Van, dit is niet oké. En nu mijn agenten, dan, zij doen al die ambetante gesprekken, bij wijze van spreken. Ja. En ik kan gewoon, zelfs al zijn er ambetante dingen gezegd, gewoon op dat creatief vlak gewoon heel open samenwerken met iemand. Er hangt niks aan. Niks aan of daar is niks blijven tussenhangen. Nee. En dat is echt de reden waarom dat ik dat doe. Ik zou ook echt niet meer anders willen gewoon. Want dat is eigenlijk sinds kort dat je dat hebt. Ik heb ervoor al wel eens iemand gehad, maar dan, op een bepaald moment is dat dan zo afgesprongen. En ik dacht, ik kan het zelf doen. Maar nu sinds een jaar of zo, een jaar en een half. Tof. Ja, dan kun je inderdaad wel de leukere dingen doen. Ja, en dan blijft daar niks... Dan is dat puur, hè? Ja, dan is dat gewoon, kun je echt focussen op gewoon het creatieve en op... Maar ik laat een Herman dat doen bij mij.
Ah ja, maar dat is gemakkelijk. Dat is gemakkelijk. Ja. Dat is kei gemakkelijk. Ja, dat is toch tof? Ja, ja, maar die zit ook in die wereld. Dus ja, dus die kent daar veel van. Ja, die kent ook de tarieven. Maar ik vind het ook heel moeilijk als je zo iets moet doen, dat je zo je prijs moet bepalen. Ja, dat is moeilijk. Dat is moeilijk. Wat zei je waard? Ja, ja. Dat is heel moeilijk, hè? Ja, dat is echt moeilijk. Heb je daar vandaag al een beter zicht op bij jezelf? Van, kijk, dat is wel wie dat ik ben en dat ben ik waard. Ja. Daar draai ik mijn hand niet voor om. Nee, ja. 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 Nou, dat is goed. Ja, dat denk ik wel. Dat vind ik ook het leuke aan ouder worden, is dat je niet alleen qua prijs of zo je waarde, maar dat je echt zo echt je waarde voelt. Ik voel mij zo... Ik zou ook nooit meer 20 willen zijn of zo. Ik voel mij zoveel... veel beter in mezelf. Veel echt zo meer in alignment of zo. En veel op de grond, meer. Ja, en geaard, maar heel, en veel, veel beter weten wat mijn waarde is of zo. Ja. Of wie dat ik ben. En ik vind dat een heel leuk gevoel. Ja. Ja. Ja, ik denk dat je dat ook niet kunt op je 20. Nee, dat kun je ook niet. Want je weet, het leven is zo complex. Ja, en zo, dat andere mensen soms reageren en zo. Ja. Is dat ook iets wat je aan je kinderen ook leert? Als je dan zegt, bijvoorbeeld je oudste dochter, van, leert jij hen dat ook? Van, mannen, volg echt je gevoel. Ja, dat probeer ik echt gevoel mee te geven. Je zei dat daar straks eigenlijk al. Ja, echt wel. Ja. Zijn zij ook die richting uitgaan van media, denk je? Nee, ik denk het niet. Alleen wel onze Felix, die is 14. Die zegt soms van, ik wil acteur worden. Maar zo, die is nog niet. Nee. Acteur of horeca? Er zijn opties. Ik zeg, dat is te combineren. Maar dat is eigenlijk hetzelfde. Ja. Eigenlijk is dat hetzelfde. Bedoel, zo horeca moet je ook, speelt ook een rol... Van gastheer. Je moet mensen ontvangen, goed gevoel geven. Ja, dat is waar. Verwonderen. Allee, dat is ook een beetje hetzelfde. Een beetje hetzelfde. Dus ik snap die combinatie al. Je hebt wel veel kinderen, hè? Ja, we hebben... ik heb mijn best gezien, gedaan. Ja. Ja, want mijn man had al een dochter. Die was denk ik 3,5 als we elkaar leerden kennen. Die is nu 30. Ja. Maar die heeft ook altijd bij ons gewoond. En dan hebben wij samen nog 3 kinderen gehad. Oh, amai. Ja. En was dat bewust ook, dat je zei van, ik wil echt veel kinderen? Hij wil een grote blijkbaar, ik heb altijd wel als kind zo het beeld gehad van de gezelligheid van een groot gezin aan een grote lange tafel. Ja. Zo, dat gevoel wel. Maar het is allemaal zo wat gebeurd. Dat eerst is heel bewust gepland. En dan, pas dat weer. En dat derde kwam ook ineens. Was van, per ongeluk. Dat was toch wel even een verrassing. Ja. Ah ja, oké. Okay. Ja, ja. Ja. Ja, het zou kunnen dat het ook een bewuste keuze is. Heel vaak zijn dat mensen die zelf uit een groot gezin komen. Ja, zeggen van, zo wat je zegt, die gezelligheid van zo samen zijn, sjoeken eten. En Nee, ik heb 1 zus, dus we hebben niet zo'n groot gezin. En is zij in de bank gaan werken in Merel? Nee. Het is vroedvrouw gaan studeren. Oh, leuk. Ja. Mijn mama die werkte op de materniteit. Allee, En als wij klein waren, mochten wij dan zo, als die de nachten had, dan mochten we zelfs en ik mee. En vroeger was het nog dat de babytjes van de kamer werden gehaald. En die moesten allemaal s'nachts in 1 gemeenschappelijke kamer werden die gelegd. En dan mochten wij mee s'nachts voor de babytjes die wakker werden, om dan zo papjes geven. En als er dan geen babytje wakker werd, dan gingen wij zo kriebelen aan die voetjes. Dat er zo toch wel een babytje wakker ging worden. Dat is eigenlijk heel tof. Oh, ja, amai. Ook leuk dat je mee mocht. Ja, heel tof. Ja, echt. Ja. Maar dat is dan ook zo geen regelmatig leven bij je ouders? Want als je mama dan zo aan de shiften doet... Nee, want dat is ook... Ja, en kerst moest hij soms werken en nieuwjaar moest hij soms werken. Dus ik weet dat ik dat echt soms heel moeilijk vond. Zo. Ja, en mijn papa werkte toen ook in ploegen. Niet s'nachts, maar wel dan zo tot 10 uur. Dus wij zijn heel veel bij ons meter geweest. Ah. Ja. En ik voor een groot stuk daar veel geslapen en veel... Allee, jong. Ja, zo'n shift, dat is niet evident. Nee. Dus dan zijn we ook wel redelijk snel zelfstandiger geworden. Allee, zelfstandiger bij je benen. Ja. Ja, eigenlijk toch wel. Ik denk dat ik... Ja, 17 zat ik op kop dan, Germaans in Gent. Amai. Vroedvrouw, het zou ook bij u passen. Zou het bij mij passen? Ja, ik vind dat wel het zou een goede rol kunnen zijn. Ja, oké. Ja. Nee? Ja, ik weet het niet. Ja? Ja, ik zou dat wel graag doen, maar de medische sector heeft mij nooit aangesproken. Ja, zo. Pas op met die osmose daar straks. Ja. Was dat wel goed begonnen? Was dat ook een goede chemie en zo? Was dat iets waar jij goed in waart ook? Of, ja, chemie wel, maar fysica vond ik verschrikkelijk. Maar ja, dat was bij ons ook een beetje... Allez, om te duiden hoe ik ben opgevoed, er was 1 middelbare school in Meren, Kluister. En wat is het beste dat je daar kunt doen? WB.
Dus dat is dan wetenschap. Terwijl als je nu echt mij als kind echt gezien had wie dat ik was, had mij nu niet in de WB gestoken, maar daar werd niet over gepraat. Daar was ook geen mogelijkheid tot het maken van een keuze. Dat was gewoon, WB, ga WB doen. Ja, Aalst was zo ver, hè. Ja, Aalst was ver. Met een bus, dat is een kwartier. Ja, dat is gewoon... Ik heb om die reden, dat is inderdaad, je had wetenschappen, moderne wetenschappen, handel, beroeps, en ik heb... Ja, dat wetenschappen, dat was niks voor mij. Dan heb ik maar handel gedaan. Dacht ik, dan kan ik boekhouden. Hè? Ja, dan kun je... En dat komt nu wel van pas. Ah ja, tuurlijk. Ja, als je een bedrijf start, heb je dat diploma ook nodig. Dus dat was echt zo van, anders had ik nog een cursus moeten volgen. Ja, dat is waar. Maar exact. Amai, Ini, dat is zo gelijklopend. Dat is maf, hè. Ja, dat is zot, hè. Dat je dan ook zo niet verder denkt dan dat je kunt. Ja. Zeg, jij wordt tegenwoordig ook gecast voor... Zo bozere rollen? Is dat ook iets dat jij gemakkelijk kunt bovenhalen? Boze rollen? Zo, en Knokken of, Groeien en Bloeien? Ja, ik krijg soms zo... Ah, de kwaai moeder van Knokken of. Is het waar? De kwaai moeder van Knokken of. Ja, dat kan ik wel. Ja. Boosheid, zit dat dicht bij u? Ik ben van nature een heel... Nee. Echt totaal iemand dat niet snel kwaad wordt, maar ik weet wel... Zie, uw ogen zien ze veranderen. Ja, maar ik heb echt door de jaren ontdekt, als er echt iets... doe, of er is echt iets wat niet klopt, dan heb ik een vuur in mij. Ik kan heel kwaad worden. Ja? Echt heel kwaad. Ja, echt kwaad. Maar ik ben niet... Ik ben altijd... Dat je zei van, ik ben nogal voor de harmonie en het iedereen bij elkaar houden. En ik heb een heel groot, dat is ook heel raar, ik moet daar geen moeite voor doen, een heel groot empathisch vermogen ook altijd. Ik van kleins af aan, ik kan altijd, als er iets gebeurt of iemand heeft iets gedaan, dat ik echt... Ik kan altijd snappen waarom. Ik keur het dan niet goed of zo, hè. Maar ik kan wel altijd snappen waarom, waardoor dat ik altijd heel hard begrijpend ben. Dus ik word heel weinig kwaad. Alleen de dingen die echt, als het over dingen die niet kloppen, die niet juist zijn, niet waar zijn. Of dan krijg ik... Zeg je ook iemand die zo voor je kinderen al naar school getrokken is, van, hey, mannetjes... Dat heb ik wel al gedaan. Zo. Ja, dat heb ik wel al gedaan. Ja. Ja. Dan voel je zo volwassen. Ja. Maar dan wel zo, wat ik dan soms... Omdat ik weet dat dat gevoelig gaat liggen, heb ik zo wel een kloppend hart. Zo, ja, zo bonken, echt zo. Okselvijvers. Ja. Dan denk je, dat pulken daarna... Ja. Dat want ik heb moeten leren kwaad zijn wel. Want vroeger zou ik dan het laten passeren hebben om toch maar de lieve vrede te bewaren. Maar ja, dat is ook leuk aan ouder worden. Dan denk ik, met die lieve vrede, daar komen we niet verder mee. En dit kan niet meer, dat moet veranderen. Dus bonken, dan bonkt het maar. En aan school, en gaan zeggen, dit is niet oké. Okay, dat chakos op de schuit. Oh, leuk om dat nog eens te spreken. Ja. Fantastisch. Zeg, en Ini, Groeien en Bloeien is ook op televisie. Ja. Dat is nu al een aantal weken aan het lopen. Ja. Hoe ga jij om met die kritiek daarop? Hoe is dat als acteur? Hoe komt dat binnen? Ik vind dat blijft... Dat is moeilijk, hè, want je hebt natuurlijk je gesmeten, je gegooid, je bent altijd kwetsbaar. Gesmeten. Ja, je hebt dat gesmeten en gedaan. Maar wat ik wel... Gelijk voor tv bijvoorbeeld, vind ik heel hard dat helpt. Meestal is iets maanden op voorhand opgenomen. Ja. Er is al een hele grote afstand voordat iets op tv komt. Terwijl bij Ella bijvoorbeeld waren wij aan het draaien, terwijl de eerste afleveringen al op tv kwamen. En dan zijn ze heel kwetsbaar. Omdat je nog aan het filmen bent. En als er dan iets van... Allee, toen was er niet echt veel negatieve commentaar. En eigenlijk heel positief, goed. Maar als er dan iets komt, dan zijn ze veel kwetsbaarder. Dus nu kan ik wel altijd kijken met een afstand. Het is ook maar een mening van één iemand. En gelijk bij Groeien en Bloeien snap ik bepaalde recensies en snap ik bepaalde dingen. Het is gewoon een mega moeilijk genre om te maken. Ik heb mij graalijk gesmeten en heel hard mijn best gedaan, maar er zijn wel wat... Allee, ik snap sommige recensies wel. Dus ik ben daar niet van onder de voet of zo. Of dat raakt mij ook veel minder in het algemeen, veel minder dan vroeger ook gewoon. Is dat ook als acteur misschien... moeilijker om hoe moet ik dat zeggen? Als je zo in iets stapt, staat allemaal op papier. Mm-hmm. En als je daar dan aan begint... Mm-hmm. Ja, er zijn veel factoren die moeten vallen, eigenlijk. Mm-hmm. Hè? Mm-hmm. Dus is dat voor een acteur ook niet altijd alleen makkelijk, lijkt me Nee, dan. Dat is niet altijd makkelijk. Want je hebt ook heel veel niet in de hand. Want hoe stapt je daar dan in? Is dat, je begint daaraan en... Ja, je begint er gewoon aan. Want soms is het ook dat je bijvoorbeeld een bepaalde scène opneemt en dat je
dat je echt het gevoel hebt van, amai, dat is een keigoeie scène. En dan zie je hoe dat gemonteerd is. En doordat er bepaalde stiltes en pauzes wegvallen, denk je, maar dat is niet goed. Terwijl omgekeerd kun je een scène spelen dat je denkt, oh, dat rammelt hier. En dan is dat zo snedig goed gemonteerd dat je denkt, amai, keigoed. Ja. Dus als acteur moet je moet het ook echt loslaten. Dat vind ik soms heel moeilijk. Ja. Zeker voor dingen waar dat je zo van voelt, hier heb ik mij echt zo... Dan vind ik dat soms moeilijk. Dat vind ik bijvoorbeeld veel moeilijker dan slechte recensies. Wat maken ze er uiteindelijk van in de montagekamer? Ja. Want op iets heel goed een ploem, ploem, ploem muziekje zetten, dan zakt de 5 verdiepingen naar beneden en op iets heel slecht, bij wijze van spreken, een totaal bevreemde soundtrack steken, dat tilt helemaal iets op. Dus je moet ook echt als acteur loslaten, vind ik. Ja. En dat is niet altijd makkelijk. En heb je dan bijvoorbeeld ook inspraak bij bepaalde dingen, of niet? Als je bijvoorbeeld een montage ziet en je zegt van... Of zie je dat gewoon niet? Meestal worden wij terug uitgenodigd als er al een soort versie is. Allee, je hebt altijd een stap ertussen, dan heet dan ADR. Dus je neemt een reeks op. Als je bijvoorbeeld een buitenopname hebt en het was keihard aan het regenen en de klank is niet goed, moet je dat gaan nasynchroniseren in de studio. En dan wordt er soms al wel eens gevraagd voor bepaalde reeksen, wilde jij dat ADR-zinnetje er nog bij zetten, want het scenario is niet duidelijk. Wil jij nog een extra zinnetje op je rug erbij doen? En soms wordt er ook gevraagd dat je een beeld ziet van jezelf in een scène waar je zo vindt van... Oh, oh. En wilde jij daar een zinnetje op zetten dat totaal niet matcht met wat ik aan het spelen zeg? En dan zeg ik, sorry, nee, dat doe ik niet. Ah, ja, dat doe ik echt niet. Dat gebeurt. Ja. En dat durfde ik vroeger ook niet en nu echt wel. Ja. Omdat ik echt denk, dit klopt niet, dat doe ik niet, sorry, het spijt mij. Echt, dat ga ik niet doen. En wat ook heel moeilijk is, is om zo hele emotionele scènes te gaan nasynchroniseren. Ah, ja. Oh, voor Rough Diamonds hebben wij dat gehad. Dat is echt, echt heftig. Omdat je zo, dat is totaal anders. Je moet gaan naspelen en sync zijn met je eigen. Dat is keimoeilijk. Ja, en dan denk je soms, zo'n schoon scène, waarom is dat geluid niet goed? Moet ik dat nu echt nadoen? Ik weet dat de Robbie zei, ik heb alles verpest in die nasynchronisatie. Maar dat, uiteindelijk zie je dat niet, een beeld zie je dat niet. En is dat bijna in elke reeks dat je dat moet doen, nasynchroniseren? Ja, ja, de ene keer al wat meer dan de andere keer, maar meestal wel. Ja. Oh, dat is ambatant. Ja, dat is zeker als dat soort dingen... Zo in comedy lijkt me dat nog... Zo die groeien en bloeien lijkt me dat nog wel... Misschien wel ça va, dat lukt. Maar als je inderdaad zo'n gevoelige scène moet spelen... en dat je zo echt heel hard om te benen bent. Dat is heel moeilijk. Ja, dan staat je daar moeilijk. Zo met... Zoals dat we hier zitten, zo bij een koptelefoon, een jat koffie. Ja, ja. Allee. Ik probeer dan altijd alles mee na te spelen. En mee, maar dat is heel... Ik vind dat echt moeilijk. Ah, dat is lastig. Ja. Ah, dat wist ik niet. Ja. Ah, ik wist wel, bij de kampioenenfilms, was dat ook wel soms is. Ja, ja, ja. Maar niet zo ja, emotie, dat lijkt me zo, dat is echt, zo moeilijk. Ja. Dat is gelijk zo... Ik doe dat eigenlijk echt best wel veel. Zo van die Pixar-films of Disney-films of zo. Ik vind dat keileuk om te doen. Maar mensen denken ook altijd dat zo... Oh, maar dat is echt 4 uur, meestal sessies van 4 uur. Dat is full concentration, want je hebt de originele versie in je oor. Je hebt je Nederlandse tekst dat je toch nog ook lip-sync moet zetten met je personage. Ja. En je moet spelen en je moet op je timing letten, op je codes. Dus dat is echt... werken, maar als dat dan allemaal just zit en lukt, ik kan daar zo intens, diep, vervullend van buiten komen. Oh ja. Dat is ook altijd zo met een barometer, dat je zo, gelijk bij spelen ook, ik kan zo, als alle dingen, als de magie samenvallen, en dat is iets dat je niet, daar komt dan een soort extra laag bij waar ik kiekenvel van krijg, en dan, als alles samenvalt, dan kan ik zo naar een draaidag naar huis rijden en zo. Ja, ik val dan in een soort complete stilte bijna en een soort diepe innerlijke satisfaction van dat, want dat is het schoonste, vind ik, aan het spelen. Dat gebeurt niet altijd, maar dat je voelt dat je aan het spelen bent. Je kent je tekst perfect, hè. Er is alles is en je weet, in je hoofd. Je gaat op theater of speelt je scène, je weet, ik druk op die knop enter, dat gaat er allemaal uitkomen. En als je durft je mentale knop en alles opzij zetten, dan gebeurt het soms dat er gewoon echt iets hogers je overneemt en dat je gewoon speelt en dat je bijna als een observator naar jezelf kijkt en denkt, wat zei jij nu? Wat doet jij nu? Wat doet jij nu? Kijk, dat komt mijn haar van recht. En dat is, denk ik, het verschil tussen iets maken wat... of iets maken wat echt raakt. Uit je hart. En dat raakt, omdat dat die extra...
laag van energie is dat je niet kunt vastpakken, niet kunt spelen. Ja, ik snap dat, snapte? Ja. Ja, ja. En dat is wat raakt, dan beroerde iemand. Ja. En dat vind ik het schoonste aan mijn beroep. Als dat gebeurt, dan voel je dat op een set ook, dan wordt het stil. Of ik heb al eens gehad dat zo mensen applaudisseren. Dan wordt er is iets in het veld dat in beroering is gebracht. Ja. Dat mensen ontroert, dat mensen raakt. Ik geloof echt dat je zo mensen hun leven kunt veranderen. Mensen voor een voorstelling en na een voorstelling anders buiten gaan. En bedoel je dat dan vooral als theater? Is. Of kunnen dat... Nee, ook op film. Want je zegt van, met die dubbing kunnen dat ook hebben. Ja. Of vooral, het is mij al het meest overkomen echt op een set. Ja. Op een of andere manier lukt me dat daar beter, omdat dat zo een microfocus elke keer is of zo. Dat is zo... Ja. Het ambetant is als dat dan juist een vliegtuig dat overvliegt. Ah, wel ja. En dan dat kun je ook... dat gaan nasynchroniseren. Ja. Want dan zeggen ze die een teken houden. We gaan dat wel in een ADR doen. En dan staat het daar. Ja. Zo is het. En dan, want dat is, je kunt dat niet vastpakken. Het overkomt u. Het gebeurt. Het is een soort magie dat je niet kunt grijpen. Dus je kunt in een ADR dat dan heel flink mooi gaan spelen. Ja. Maar dat laagje, dat snapte? Ja, ik snap dat. Ik heb dat... Ja, dat gaat dat misschien heel raar vinden. Maar als jij straks naar huis gaat, ga ik dat waarschijnlijk, hopelijk, denk ik nog zo 2 dagen aan u. Aan dit moment. Ah, en dan weet ik dat het een leuk gesprek was. En daar word ik zo gelukkig van. Ah wel, maar dat is hetzelfde. Dat is hetzelfde. Dat geeft me zoveel geluk. Ja. Dat ik zo weet van, dat jij hier straks naar huis gaat. Dat hoop ik van ganser harte. Dat je zo mensen zo een goed gevoel geeft. Ja. Of zo. Dat vind ik wel belangrijk. Mm-hmm. Want ik zou bijvoorbeeld over groeien en bloeien. Ik kan kritischere vragen stellen, maar ik wil ook geen pijn doen of zo. Dat hoeft ook helemaal niet. Nee. Dat is kei lief. Wij lijken echt op elkaar. Ja. De dorpen. Zelfde frieten hadden als sterrenbos. Ja. Maar ik denk dat soms... Nee, maar snap je? Ja, ik snap heel erg dat je kunt als een journalist... Kunnen echt als je... Ik kan hier ook... Alleen dat jij subiet in je auto zit, dat je denkt... Godverdomme, de kutwijf die Petra. Ja, 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 maar dat hoeft toch helemaal niet. Nee, ik weet ook wel voor werk dat jullie daarin steken. Ja, absoluut. Allee, dat is, en wij, absoluut. Wij liggen daar ook wakker van, letterlijk. Ja. Dat is gewoon zo. Ja. Dus ja. Nee, ja. Dat is meer boven. Meer boven. Ja. Zeg, maar ik wil daar nog iets op zeggen. Dat je nu zegt van, ik heb dat ook heel hard zo van mensen een goed gevoel geven. En ik heb daar een tijd in mijn leven over gedaan. Dat je zo, als je zo van die filosofische, existentiële vragen van wat kom ik hier eigenlijk doen of zo. Ik heb altijd zo voor mezelf het gevoel gehad van maar ik ben net zo'n beetje naïef of zo. Totdat ik ontdekte. Maar het is net mijn naïviteit en het ding, de natuur in mij, dat zo mensen wilt opliften, een goed gevoel geven, dat wilt enthousiasmeren. Ja, dat is een speler. Dat is wat ik kom doen. Ja, dat is eigenlijk wat ik kom doen. Dat is wat ik deed als ik klein was. Dat is wat ik doe als ik aan een afwas sta. Dat is wat ik doe als ik speel. Dat is wie ik ben. Dus dat maakt niet uit wat voor beroep dat je doet. Dat is mijn intrinsieke natuur of zo. Ik snap het. En pas toen ik dat door had, maar dat is een kwaliteit. Dat is echt... Ik dacht vroeger ook, doordat ik dan zo heel empathisch en heel weinig oordeel altijd over mensen had, omdat ik dat snapte, dat ik... ik ben niet intelligent zijn, wil toch zeggen dat je voor alles een mening hebt. En dat vind ik goed en niet goed en altijd. En dat heeft mij ook echt een tijd geduurd, als ik zo in de 20 was, van... Ja, maar nee, dat is niet intelligentie. Dat is wie dat ik ben. Daarom ben ik hier. Omdat ik dingen kan verzoenen met elkaar. Omdat ik het snap. Omdat ik dat empathisch vermogen heb wat andere mensen soms niet hebben. En je moet dat zo even herkaderen. Maar dat is ook, denk ik, als je ouder wordt, denk ik dat je ook voor jezelf kunt voelen wat je talent is. Ja. Als je jong bent, schiet je vaak zo in het wild. Ja, dat is waar. Omdat je denkt, dat is leuk. Dat is ook wel plezant. Ja. Dat is maar weet je wat zijn. Ik ook aan mijn kinderen probeer te wijs te maken? Want die zeggen ook, omdat ze dan niet kunnen kiezen voor hogere studies. Mijn talent. Maar een talent is niet iets doen. Een talent is wat jij bent. Talent gaat over zijn. Mm-hmm. Like mijn dochter bijvoorbeeld, Jacoba, die dat is een hele... Als ik vroeger iets van een IKEA kocht, ik snap er niks van. Ik krijg dat niet in één. En die is 10 jaar en die steekt dat allemaal in één. Die tekent het in perspectief. Maar voor haar is dat zo natuurlijk normaal. Die denkt dat iedereen dat heeft. Ja. Ik heb toch geen talent. Maar je vergeet dingen die je van nature doet en die zo moeiteloos makkelijk gaan. Dat is je talent. Mensen denken soms, mijn talent, ik moet iets doen. Ik moet iets goed kunnen. Ja. Dat gaat niet over goed kunnen of doen. Talent gaat over zijn. Wie zijn jij? Wat is je natuur? Wat straalde jij
uit. Dat is uw talent. Ja, maar het moeilijke is, omdat dat zo evident is voor jezelf, ja, dat je het niet ziet als een talent. Dat zeg ik echt tegen mijn kinderen. Echt... Ja, maar je ziet niet dat dat een talent is, maar dat is je talent. Ja, ik doe dat ook. Ja. Maar dat is iets wat ik pas ontdekt heb, eigenlijk de laatste jaren. Dat dat eigenlijk hetgene is waar dat om draait. Ja, of zo. Ja, maar dat is, ja. Man, dat zijn je levenslessen, jong. Ja, maar dat is echt waar. Ja. Nee, dat is gewoon zo. Zeg, wat zou jij nu nog echt heel graag doen? Als actrice? Ik zou heel graag met Kate Winslet. Goeie duo. Oh, ja. Want ik heb nooit altijd zo fans gehad of mensen waar ik naar opkijk, ook niet als puber. Maar met haar, die raakt mij ook. Heb jij die deur van een Titanic gekocht? Ja. Voor wat was het? 600.000? Ja, dat was 700. Ja, echt. Ah, wel. Met haar... Een Brits kostuumdrama in British English. Ah, ja. In het Engels. Een mega, een hele mooie hoofdrol natuurlijk. Wij met ons twee. In zo echt een kostuumdrama. Dat met tepels of zonder tepels? Je mocht trantjes die zien. Mens. Je mocht het randje zien. Dat is dan zo hele alleen trantje. Want dat zou ik zo graag doen. Maar is dat haalbaar, denk je? Want... Die Rough Diamonds, ja, dat gaat echt zot op ja, Netflix. Ja, dat was echt zot gewoon. Ja, nog altijd. Ja, ik dat nog is altijd echt staan. Zot gewoon. Ja, ik heb wel al mijn eerste self-tape in het Engels moeten doen sindsdien. Echt? Maar niet dat ik nu zo een soort internationale carrière ambieer, maar ik zou dat heel tof vinden. Is dat haalbaar? Wie weet. Ik ga dat nu plaatsen in de ether dat dat haalbaar is. Ja, dat is. We moeten dat nu zeggen. Kate Winslet, als je luistert. If you listen. If you listen, Kate. To the Fritcast. To the Fritcast van Petra. I am a very good actress. Call Innie or stuur een DM. Ja, absolutely. I am available. Hè. Nee, maar ja, maar dat is toch door die Netflix, door het feit dat je knokken of, dat zit ook op die streamingdiensten. Ja, dat is ook mega geboomd. Dat gaat ook weg, hè, naar het buitenland. Ja, ja, dat is waar. Ja. Krijg je dan al reactie ook? Allee, je zegt van ja, ik heb heel veel reactie op Rough Diamonds gehad. Ook echt van mensen uit Chili, uit dingen, uit ja, heel veel. Ja, ja. Maar echt maar Chili? Niet dat daar zo nu iets heel concreet uit... hoe zeg je dat? Ja, heel uitgerold is of zo. Dan nu nog niet, maar ja. Maar ik heb wel het gevoel dat die filmwereld eigenlijk wel aan het die grenzen zijn aan het vervagen. Ja. Eigenlijk speelt dat niet meer echt een rol van waar dat je bent. Nee, dat is waar. Want als wij iets zouden doen in het Engels, ja, dan leert je dat. Dan maak je dat je eigen. En ja. Dan hoort je misschien wel een beetje dat je zo een accent hebt. Maar net dat is dan een charme. Ja, dat is waar. Ja. En ook dat zo met dingen, hè. Dat is omdat ze dan subsidies krijgen als ze hier komen filmen. Ah ja, tuurlijk, zo, dat is ook zo. Ja, dat was ook co-producties. Ja. Rough Diamonds, ik heb u eigenlijk uitgenodigd. Danny Heijlen. Ja? Mega fan, hè. Is het waar? Ja. Petra, je moet in één keer vragen en zo. Dus ja, Danny luistert ook altijd. Ja. Dus voilà, bij deze. Dus eigenlijk, voor Danny Heijlen zit jij hier vandaag. Oh, dank je, Danny. Ik vind jou ook heel leuk. Wij gaan een stuk samen doen binnenkort. Ah, echt? De blok, ja. We hebben een première op de zomer van Antwerpen, denk ik. Oh, ja. Leuk. Ja, heel leuk. Toffe madame ook. Ja. Goeie actrice. Goeie comedy, hè? Ja, maar ook goede actrice-drama, echt. Ja. Ja. Ja, drama ook, hè? Ja, absoluut. Ja, die heeft zo'n timing, hè? Ja, maar dat vind ik het... Ze zeggen dikwijls, als je als acteur comedy kunt doen, kun je alles doen. Omgekeerd is dat niet waar. Maar dat is het moeilijkste genre dat er is, comedy. En daar wordt dan vaak op neergekeken. Ja. Wat niet dat klopt. Dat moet je mij niet zeggen. Ja, want dat is het moeilijkste genre. Dat is echt het moeilijkste genre. Wat vind genre jij daar het moeilijkste? Kun je dat vanuit je gevoel bewoorden, dat je daar het moeilijkste aan vindt? Omdat dat gaat over... Ja, ik denk dat het vooral timing is en zo. Ja. En ik kan het niet bewoorden wat het moet. Maar jij kunt is. Dat ook wel goed, allee, zo loslopend wild. Ja. Je hebt niet veel tijd om je sketch te zetten. Nee, dat is waar. Dat is ook zo een, daar viel jij mee. Toen heb ik gedacht van, ik ken niet van ergens dat niet van tv is. Ja. Maar daar is dat toch ook? Ja. Dat je dingen moet zetten op een korte tijd. Ja. Het moet geestig zijn. Het moet geestig zijn, het moet er bonk op zijn. Ja. Wat speelde het liefste? Ik heb geen liefste. Ik vind het allemaal... Ja, ik doe het allemaal echt heel graag. Ja. Ik vond het wel leuk nu, gelijk zo, Rough Diamonds en Knokken Of, omdat ik heel lang, vooral voor tv, theater niet, in dat feelgoodstraatje gezeten heb. Vond ik dat wel heel tof om zo echt eens volledig, allez, zeker bij die Rough Diamonds, echt in een drama te gaan, een nieuwe taal te leren. Echt zo'n totaal andere, dat vond ik wel echt... Ja, dan ben ik ook veel naar huis gereden, helemaal zo vervuld en zo dankbaar. Onderdompelen. Ja, echt heel tof. Ja, dat is wel. Dan zei er echt iemand, ja, dan iemand zei, anders. Ja, en is dat makkelijker voor u dan comedy of moeilijker, die rollen? Of is dat hetzelfde?
Want jij hebt het eigenlijk alle twee, denk ik. Ja, ik doe het alle twee. En ik weet niet wat makkelijker of moeilijker is. Weet je, als je in drama een slecht scenario hebt, ja, dan heb je ook een probleem. En als je comedy een slecht scenario hebt, heb je nog een groter probleem. Dus de moeilijkheid van... Gaan we niet op in. De moeilijkheid van spelen is gewoon... Er zijn zoveel factoren die het makkelijk of moeilijk maken. Dus het moet allemaal samenvallen. De puzzels moeten samenvallen. De puzzel moet kloppen. De puzzel moet kloppen gewoon. Ja, ja. Moet heel hard lachen. Zeg, Innie, dat is hier ook vandaag met cadeautjes. Nee. Dat is altijd... De curryworst. Nee, dat zal hij koud zijn. Hè. Ah. Dat is ook nog nooit gelukt om in de frietkast eigenlijk frieten te brengen of te... Allez, op tafel te zetten, omdat die uren... Ik pas mij altijd aan mensen. Had jij nu gezegd, ja, Petra, vanochtend 7 uur, dat was een beter uur geweest voor de opname, dan zet ik mijn wekker en dan zeg ik, ik was toen al wakker. Omdat ik dat super chic vind, ook dat mensen de moeite doen om tot hier te komen en vertrouwen in mij hebben. Dat vind ik echt leuk. Ja. Dus daarom een cadeau. Okay. Het ding is eigenlijk, de insteek, want jij weet dat al, ja, het is eigenlijk een gerelateerde. Ja, want ik heb er al gezien, ik volg u. Ja, en ik heb ook al wat podcasts gezien. Maar ik ben gewoon heel benieuwd wat jij aan mij geleerd hebt. Het heeft te maken, Innie, ja, met iets waar je nu mee bezig bent. Ja. Dus het heeft te maken met, ik zal zeggen, Assise. Okay. Het Assise Live, de kotmoord. Daar heb ik mij op geënt, omdat je zoveel dingen hebt gedaan, dacht ik, we gaan nu gewoon doen wat ze vandaag gaan doen. Ja, okay. Mag ik kijken? Ja, het zal wel zijn. Ik ben heel benieuwd. En jij wou graag een grote mate. Mm-hmm. Ja, ik vind dat leuk om zo van die... Je krijgt zo op een set op het einde. Ja, krijg ik dat altijd is leuk, zo een hoodie gilet of een t-shirt. En ik vraag altijd de grootste maat. Ja. Omdat ik dan zo comfy thuis of in een t-shirt slapen. Zo van die t-shirt slapen. Ja. Deze is wel om mij naar de frituur te gaan. Ah. Lees maar voor. Voor frietjes bega ik een moord. Voilà. Voor frietjes bega ik een moord. Eigenlijk had ik er misschien een vraagteken moeten bijzetten. Want ja, ga je de moord begaan hebben? Ga je ze niet begaan hebben? Dat gaan we pas te weten komen. Omdat de mensen komen kijken. Dat was absoluut. Vind je het goed? Ik vind het keigoed. En het is een mooie kleur. Ja, hè? Ja, ik vond dat passen bij je huid, in het antraciet kleur. Ja, dat is waar. Dus voilà. Keigoed. Zwart was misschien wat te hard, denk ik. Ja, dat is waar. Zo. Ik ga hem aandoen aan de frituur. Ah, wel. Ik ga hem aandoen om naar de frituur te gaan. Ja? En ik ga ter plekke frietjes eten, dat ze lekker knapperig zijn. En mijn liefde voor frieten, ik vind als Vlaming, je moet gewoon echt blijven frieten eten. Dat gekeerd wordt. En dan stuur ik je een foto als ik in de frituur zit. En Innie, ik wil ooit eens met u... Mm-hmm. Ja, dat moeten we doen. Mm-hmm. In Meren. Ja? Kom jij nog in Meren? Ja, zo voor de grote evenementen op een jaar. Ja, want dan, dat is mijn eten bij. We moeten een keer aan Toetsuit gaan. Keilekker frituur op het dorp. Allee. Ah, is het waar? Ja, aan de dingen aan het rondpunt daar. Echt een heel goede frituur. Oké. Okay. Toetsuit. Toetsuit, dat gaan we een keer doen. Ter plekke. Ja, oké. Okay. Ter plekke. Ja, dat is cool. Dat. Want wij gingen vroeger naar Yayo. Frituur Yayo, ja. Ja. Nee, dat is er niet meer. Is er niet meer? Nee. Dat was zo bij ons op het Steenweg in de buurt. En dat waren lekkere frietjes. En aan het Vijverhof daar? Aan het Vijverhof, ja. Heet dat nog altijd Yayo? Ik weet het daar niet. Als iemand het weet. Je hebt daar nu tegenover ook nog een andere frituur. Oké. Okay. Ik vind zo'n kotteke vind ik toch het meest charmant. Ja, dat is het charmantste. Oh. Een frietkot. Ja. Ja, want ik vond dat heel erg. Op een bepaald moment mocht dat toch niet meer. Moesten al die frietkoten van die dorp... Dat is gewoon... Dat is de Vlaamse kleiwegpak. Dat is erfgoed, maar dat is gewoon... Ja. Dat mocht je niet doen. Nee. Enfin. Allee, Innie, ik wens u... Ik ben super blij dat je hier waart. Ik vond het heel leuk. Dat je het leuk vond. Ik vond het super leuk. Goed. Ja, ik vond het echt heel leuk. Ah, okay. Ze vond het echt heel leuk. Het was niet geacteerd. Nee. Oké. Okay. Dikke merci. Heel graag gedaan. Tot de volgende. Ja. Nog iets tot in het frituur. Nog iets in het Meers zeggen? Hou je nog iets zeggen in het Meers? Wat moet ik nog zeggen in het Meers? Ga je vandaag... Mag ik vandaag nog... Ik heb een verjaardagsfeestje. Heb je een verjaardagsfeestje? Van haar eigen van mijn petekind. Hoe zeggen ze nou, mijn petekind? Mijn petje. Dat is van mijn pet. Ja. Allee, dan laat ik je gaan. Door het eten. Sjoekes. Sjoekes? Maar ik lust geen taart en geen sjoekes ook niet. Ja, maar de patisserie in Oost-Vlaanderen is wel eigenlijk ja, de beste. Ja, dat is waar. Dat is de beste, dat is waar. Ja, de koffiekoeken, de crème koeken. Allee, meisje, ik ga halen. Gewoon. Merci. Tot de volgende. Tot de volgende. Hey, wauw. Met Peter de Pauw.